De volleyballers van Abiant Lycurgus werden gisteren in een bomvol Martini Plaza voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Nederland. Ook de derde wedstrijd tegen Orion uit Doetinchem werd een prooi voor de Groningers. Lycurgus won met 3-0 en het beslissende punt werd gemaakt door Wietse Kooistra. Daarna kon het feest beginnen. De medailles werden omgehangen en de beker werd in ontvangst genomen. Het is na de Supercup en de bekerwinst de derde prijs voor de Groningers dit seizoen. Maar wel de allerbelangrijkste. Echt schitterend en mooie wedstrijden zo. Wat vond jij het beste moment in deze wedstrijd? Nou, ik denk dat we gewoon, we hebben ook wel een troeve start in de bepaalde sets gekend. We zijn rustig gebleven en we hebben het gewoon op controle uitgespeeld. En op het laatste natuurlijk hebben we ze wel een beetje weggeblazen. Er is een heel goede band, er is een hele goede cohesie in dit team. En ongeveer zo denk ik met Suriname. In Australië, Nederlanders, maakt niet uit. We zijn allemaal één vorme unit en daarom hebben we ook deze prijs behaald, denk ik. Coach Arjan Tai kreeg tijdens het interview ineens de traditionele ijskoude kampioensdouche over zich heen. Om eigenlijk dit te verwezenlijken wat we vandaag doen. En nadat Tai de koude douche verwerkt had, kon het gesprek verder. Het kampioenschap was een verdienste van de hele club. Dit jaar is voor het eerst dat we ook dat kunnen verwezenlijken in prijzen. In stappen kunnen maken. En dat heeft natuurlijk gewoon met heel veel dingen te maken. Met de professionalisering van de organisatie, met hebben ambitie. Met een groep jongens die er elke dag hard voor wil werken. Met faciliteiten die gewoon goed georganiseerd zijn. Weet je, dus dat alles bij elkaar maakt dat je in staat bent om dingen te doen zoals nu. En weet je, alle complimenten voor dit team die gewoon elke dag in, dag uit gewoon heel hard gewerkt heeft aan datgene wat we met elkaar willen. En dat het vandaag gelukt. Maar het is natuurlijk ook jouw verdienste. Nee, ik speel daar zeker ook een rol in, net zoals een heleboel andere mensen. Het was niet een tijd om alleen maar te vieren, maar ook om alvast vooruit te kijken naar Europees volleybal. Ja, de stap Europees is nog wel een grote, maar ja, we hebben ook dit jaar gezien dat we natuurlijk Europees wel mee kunnen tegen topploegen. En heel veel sets in de buurt zijn geweest en sets gewonnen hebben. Ja, we proberen natuurlijk een stap te maken, maar ja, dat hangt ook een beetje af van hoe we het team weer kunnen formeren. Maar ja, we zijn allemaal vol vertrouwen dat dit weer een stap omhoog is. En daarna was het weer tijd om feest te vieren. Het bleef nog lang onrustig in Martini Plaza.